In de eerste plaats natuurlijk welkom aan alle bielenmannen, bielenvrouwen en bielenmannetjes die vandaag strijden voor de trofee
beste Gelderse Bieleman 2022. Daarnaast welkom aan de vertegenwoordigers van de Gelderse Federatie Sint-Hubertus. Ook een welkom aan de vertegenwoordigers van de vier Gelderse kringen, te weten kring Achterhoek, kring De Liemers, kring Rijk van Nijmegen en de Betuwe en kring Montferland. 8 oktober 2022 is een dag waar veel mensen binnen de vereniging lang naar hebben uitgekeken. Het begon allemaal op 9 december 2017, 5 jaar geleden. De dag dat we als schutterij officieel de aanvraag bij de federatie hebben ingediend om dit evenement te mogen organiseren. Tot slot, veel succes DJ Guus, die speciaal voor ons zijn arm uit het gips heeft gehaald. EHBO succes, ik hoop dat het niet nodig is. Veel succes voor Raimondo en zijn team achter de bar. Hopelijk worden er flink wat borrels weggetapt, anders krijgen we weer gedonden met de penningmeester. Welling Catering, veel succes met het bakken van de heerlijke hamburgers en de borsten. De Vendeliers, veel succes met showen van de stammen. Veel succes aan de wedstrijdleiding van de federatie, die zal trachten om de wedstrijd in goede banen te leiden. En tot slot, veel succes aan de hoofdrolspelers van vandaag, de Bielemannen. Thank you.
Oh!
Beste schuttersvrienden en vriendinnen, we hebben een Gelders kampioen! Organisatie van 17 Schrefken, dankjewel voor dit geweldige bierman weer treffen. Applaus voor jullie! Wat hebben de jongens een mooie strijd gestreden? En met alle aangesloten verenigingen. En ik zeg wel eens mensen, we praten over meer dan 25.000 schuttersleden in Gelderland. En daar mogen we trots op zijn. En daarmee wil ik ook de organiserende schutterij, Sint Martinus, maar ook jullie als schutters en gildenbroeders of als toeschouwer vandaag, heel hartelijk bedanken voor jullie komst hier naar Greffenkamp. Het was een fantastische middag, waar de spanning en de broederschap natuurlijk weer de boventoon voerden. Dank jullie wel en hiermee verklaar ik het Gelders Bielemantreffen 2022 voorgesloten en doen we de prijsuitreiking met z'n allen hier nog een keertje tezamen. Dank jullie wel. Ook namens de kring Greffenkamp heel hartelijk bedankt voor de organisatie. Het was leuk voor elkaar. Maar voordat ik de kringkanje uit ga reiken wil ik nog eventjes de herinneringsmedaille uitreiken aan de vorige winnaar. En dat was Stan Hageman. Mag ik Stan naar voren doen?
vrienden, dan gaan we verder met de prijsuitreiking voor de junior en junior wielermannen op de tweede plaats met een totale tijd van 1 minuut 11. Niels Renderink, Sint-Matthias Kevelkamp. Met een tijd, totale tijd van 1 minuut 10. Gelders kampioen Tom Hendriksen, Sint-Matthias Kevelkamp. Met een totale tijd van 58 seconden. Sander Barends, Lovenhuis.
Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered. Want ze ging altijd met elke klap naar bed. En ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het. Maar wat dacht ik toen, wat is het soms leuk om iets fout te doen. Zo'n vrouwke mee, mijn god, dat was een feest. Maar toen ze daar maar naar docenten vroeg, zei ik, dat heb ik niet, wanneer die vet mij sloeg. En ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het. Maar wat dacht ik toen, wat is het soms leuk om iets fout te doen. Wat dacht ik toen? Wat is het soms leuk om iets fout te doen?